In deze en volgende video's zullen we kijken naar een eerste belangrijk deel binnen de architectuur van moderne webbrowsers, wat het algemene navigatieproces is. Hierbij zullen we eerst kijken naar de zogenaamde network thread, die verantwoordelijk is om HTTP-requests uit te sturen en om het antwoord daarop te ontvangen en daar iets mee te doen. Daarnaast zullen we kijken naar de front-end performance, dus wat belangrijk is voor de gebruikerservaring, dus de ervaring van de eindgebruiker, zodat die het gevoel heeft dat alles snel en goed verloopt. En daarna zullen we ook kijken naar de network stack, dus de verschillende lagen in het netwerk. En hierbij zullen we concreet kijken naar de relevante elementen binnen de datalaag, de transportlaag en de applicatielaag.